We hebben vandaag een hyena-actie. Dus dat houdt in dat we met een groep collega's de wijk doorgaan. En we kijken naar verdachte personen, verdachte omstandigheden, overtredingen, contact met de burgers. Om dat uit te gaan leggen. We gaan met elkaar alle straatjes, steegjes gaan wij berijden op onze bikes. Dat is een heel mooi middel daarvoor. En iedereen die we tegenkomen, die spreken we aan. Collega's die kennen een aantal mensen, ook in de wijk. En als we denken dat het nodig is, bevragen we ook die mensen. We vragen om legitimatie. En dat levert soms heel iets verrassends op. Er zijn ook wel aanhoudingen uit voortgevloeid in het verleden. Dus je weet niet wat je tegenkomt onderweg. Actie maar. Actie. Belangrijk voor de inwoners hier dat jullie zo zichtbaar zijn? Ja, ik denk dat het goed is om helemaal als wijkagent goed zichtbaar te zijn, aanspreekbaar. En we proberen ook zoveel mogelijk mensen aan te spreken om informatie uit de wijk te halen. Men vraagt er ook om, je hoort vaak tijdens vergaderingen waar we bij zitten of de dorpsraad van we zien de politie niet zoveel. Nou ja, dat komt omdat we heel veel dingen te doen hebben en daar is het natuurlijk ook voor om de mensen toch dat gevoel te geven, kijk, wij zijn er toch. Ze zagen een meneer lopen en die herkende ik niet zijn als een niet-dorper, dus die hebben even gecontroleerd. Het bleek een Roemeense meneer te zijn die wel verblijft hier in Nieuwe Niedorp. En we hebben even nagekeken, een praatje gemaakt, even gekeken wat hij bij zich had, maar alles was in orde. Dus we gaan weer verder. Vorige week is er een soort enquête gehouden op Facebook en heb ik wat vragen. Is er een vraag gesteld van joh, waar zou de politie meer aandacht aan moeten besteden? Nou, er kwamen een aantal punten uit, dus snelheid, dorpsstraat, maar ook parkeren op invalide plekken, hangjeugd in het park. En, daar gaan we wat meer aandacht aan besteden. Nou, hij heeft een kaart, dus dat is in orde. Nu is dit één moment natuurlijk. Is dat dan genoeg? Nou, ik denk dat het voor die mensen nooit genoeg is. Maar we proberen wel wat we nu doen in deze wijk als een olievlek uit te laten smeren over het hele basisteam Hirugewaard.